De aftrap van MVV ADO Den Haag. Het moet de wedstrijd worden waarin ADO Den Haag revanche wil nemen voor die twee nederlagen tot nu toe dit seizoen. 4-0 bij Heracles en 2-0 thuisverlies tegen Den Bosch. Maar het is MVV dat hier meteen de aanval zoekt met Koen Costons. En die krijgt die bal nog binnen ook, zeg. Hij wurmt hem op een of andere manier langs doelman Hugo Wendtges. En dan is het 1-0 voor MVV na 17 seconden. Het is een rampzalige start voor de ploeg van Dirk Kuyt. Met een bal die natuurlijk gepakt had moeten worden door die keeper van ADO Den Haag. Dit is Severina. En misschien het snelle antwoord van ADO, maar die bal gaat net voorlangs. Vorig seizoen begon ADO Den Haag het jaar met 2 overwinningen, nu 2 nederlagen. Nog niet gescoord en nu 1-0 achter al bij MVV. En die hebben er zin in met Jarne Steukers. Lage voorzet, daar is Costons. En bijna de 2-0. MVV won maandag al knap met 3-1 van NAC Breda. En dit is een goede actie van Tim Zegers. Dan wordt hij wat merkwaardig weggewerkt, die bal, door Asante. En kan MVV heel snel opnieuw aan een aanval beginnen. Steukens. En die bal gaat voorlangs. Nee, hij wordt binnengetikt. Mart Reemans. Steekt daar een been uit. Op het juiste moment. Je mag het een echte spitsengoal noemen. Want die bal lijkt naast te gaan. Maar dan komt daar uit de rug van een van die verdedigers van ADO Den Haag. Toch nog opeens Mart Reemans tevoorschijn. En is het 2-0. Hier Verheid. Dan van dichtbij. Ook Werker niet. En alsnog toch Thomas Verheid met de 2-1. Dit is wat ADO Den Haag nodig had. Een snelle aansluitingstreffer via de oud-MVV-speler Thomas Verheid. Ooit begon hij hier zijn carrière in het profvoetbal. Bij de Sterrendragers in 2015. En speelde hij uiteindelijk 61 wedstrijden voor MVV en scoorde daarin 16 keer. Nu is Verheid volgens de Telegraaf de duurst betaalde speler in de keukenkampioendivisie met €500.000 aan salaris per jaar. Wordt trouwens ontkend door de club, die noemen dat cowboyverhalen. Maar Verheid, daar is hij weer met het hoofd. En dan Smarts, die overkopt. Zit ondertussen in de tweede helft. Natuurlijk gaat ADO Den Haag meer en meer aandringen. De ploeg van Dirk Kuyt snakt naar een goed resultaat. En hier komt die bal zomaar voor de voeten van Joel Smarts. En die krijgt hem niet richting het doel. Aan inzet ontbreekt het niet bij de bezoekers. Severina. Berman. Bal breed. Denzel Hall. Daar is Verheid weer. Ja, dit is wel de manier waarop je Thomas Verheid moet bedienen. Voorzet te geven hoog. En dan weet Verheid er meestal wel met zijn hoofd ook raad mee. Aan de andere kant. Reemans. Steekballetje is goed. Naar Steukers. Een van de uitblinkers vandaag. En een lage voorzet. Die uiteindelijk door niemand wordt geraakt. Livramento, de invaller, had daar graag nog wel een voetje tegen gezet. Severina dan, in de 16. Die moet uitverdedigd worden. Dat gebeurt wat merkwaardig. Maar toch komt MVV eruit. Steukers. Goeie opening. Alhoewel, hier moet natuurlijk Boy Kemper ingrijpen. Kemper is ook niet echt bezig aan een heel sterk seizoen. Is de bal alweer kwijt. Daar is Delen Livramento. Schot gestopt in eerste instantie, maar dan gaat hij er toch nog in. En is het 3-1 voor MVV. Delen Livramento weggeplukt bij Rode JC door MVV. En weer Wendtges niet goed die keeper, maar ook twee verdedigers daar mogen zich deze treffer aanrekenen. 9 tegentreffers al voor ADO Den Haag in wat nog maar de derde wedstrijd van het seizoen is. Dan wordt er gewisseld en komen de kansen. Zoals hier voor invaller Amar Katic. Verheid weer gezocht in de lucht. Deze bal gaat net over. De vingertoppen zitten er ook bij van Romain Matisse. Oh. Verheid gaat weer voor die bal. Dit is wel heel erg lakoniek het terugkoppen daar van Baim. En dan is dit een overtreding natuurlijk van Thomas Verheid. Die zich eerder al in deze wedstrijd niet echt populair maakte bij de fans van MVV. Maar hier zonder kaart naar deze actie weer terug mag lopen. Dirk Kuyt met zijn handen in het haar. Want ADO Den Haag gaat voor de derde keer verliezen dit seizoen. Ze zijn nog nooit zo slecht begonnen aan een seizoen in de keukenkampioendivisie.
En Livramento kan nog wat extra zout in de wonden strooien. Maar er is al gefloten en gevlacht hiervoor buitenspel. Maar 3-1 is ook meer dan genoeg voor MVV. Weer een enorme zeepert voor Dirk Kuyt.